Meer dan 70 drugsvaten zijn in de nacht van maandag op dinsdag gedumpt, vlakbij de sluis en de bunkerhaven in Maasbrach. Een aantal vaten zijn lek geraakt, maar de brandweer was te voorkomen dat er nog meer vloeistof in de grond zou lopen. Volgens de politie zal de gemeente Maas de vaten opruimen. Dux is nette te achterhalen waar de vaten vandaan komen, maar de politie geeft ervan uit dat de vaten gedumpt zijn door mensen die een ecstasy-laboratorium runnen. Maar ook als zo'n drugslab uiteindelijk wordt ontdekt, dan is nog niet zomaar aangetoond dat de vaten ook van dat drukslap afkomstig zijn. En daarom wordt er weinig prioriteit gegeven aan het onderzoek naar de herkomst van de vaten. Het opruimen daarvan levert echter een grote kostenpost op voor de grondeigenaar.